Ik vind het weer eens tijd worden voor een nieuwe vlog eigenlijk. Nou, dat vond ik ook al. Het heeft eventjes geduurd, maar we hebben heel veel leuke dingen beleefd. En ja. Dit is hem dan, onze nieuwe vlog. Ga maar kijken. We gaan een weekje weg, mensen. Nou, 9 dagen bijna, geloof ik. 9 dagen gaan we weg. En we zijn al geparkeerd, koffers zijn al klaar. Kijk, je ziet het. En nu gaan we naar... Caruela. Nee, we gaan niet naar de airport. Nee, daar ben je nou. Nee, daar gaan we nu naartoe. We staan in het parkeergarage. Ja, ook goed. Nou, tot zo. Ja. Heb je ooit zo'n grote lift gezien? Ja, die is wel erg ruim, hè? Moet je eens kijken. Kan je wonen? Ja. Ik had zo'n koffertje extra mee kunnen nemen. Ik heb plek over. Nou, we staan even in te checken met de koffers. Kijk, Joop, die weet hoe het moet. Die gaat het dingetje er allemaal heen doen. Hij plakt hem gewoon dicht. Hij kan hier gewoon komen werken. Joop is ook techniekspecialist, hè? Niet normaal. En nou? Het hele internet afgestruind hoe het allemaal moet. Oh. En dan ga ik mijn koffer. Hoop ik. 1, 2. Doei, geregeld. Nou, we kunnen gaan, mensen. Gezellig. Nou, de koffers zijn weg, mensen. We hebben even een zenuwen... rookpauze. Kijk, ze moeten allemaal even roken. Dat is normaal. Wij gelukkig niet. Tenminste, ik niet. Frans ook niet natuurlijk. Frans, je hoed zit scheef. We zijn dus op zoek naar een bar. Ik weet niet wat de bedoeling is hiervan. Nou, gewoon eventjes, die jongens zijn zenuwachtig. Oh ja? En die willen even... Nou, ik loop even om een paal heen. Jongens, ze zijn zenuwachtig en die willen eventjes een klein watertje drinken. Oh, dan ben ik blij dat jij dat niet doet. Ja, ik doe het voor de gezelligheid. Hij doet het voor de gezelligheid, mensen. En wat is hier de bedoeling van? Wat gaan we doen hier? Water halen. Water. Jij ook water, Joop? Ja. Nou, ik neem ook wel wat, denk ik. Ik ben toch zo'n vliegtuig in. Ik hoef niet meer te rijden. Scheelt. Nou, gaan we kijken wat ze nemen. Frans, weer een kleine jongen te pakken, je ziet het. Zou je dat wel doen, Frans? Kleine jongen, ik zie je daar alleen staan. Daar zit de man van de gangsterfamilie. Joop is er helemaal klaar voor. De vrouw van Mike doet gewoon lekker een koffietje natuurlijk. Ze moet zo vliegen, hè? En wat heb ik? Nou, gewoon een colaatje natuurlijk. Wat ik wil hebben, in bedwang houden. Nou, er staat hier bij ons te wachten, mensen. Kijk, het is een hele lange rij. We moeten nog even wachten. Dit wel lang, hè? Wachten duurt lang, ja. Ik was er al bijna geweest. Ja, ik zie het. Ach ja, kom vanzelf wel. We mogen zo erin. Nou, daar gaan we. Bijna het vliegtuig in. Naar Spanje toe, gezellig. Heerlijk, even een dagje of 9, lekker relaxen. En samen met deze mensen op de achtergrond. Moet je ook instappen voor je? Gezellig. We gaan er wat van maken, mensen. Heerlijk. Heb je zin in? Ik altijd. Super veel zin in. Echt waar? Ja, zeker. Ga je ook Engelbewaarder zingen? Nee. Oh. Heb jij er ook zin in? Ja, zeker. Ga je ook Engelbewaarder zingen? Ja. Ik denk dat ik aan jou overlaat. Ik ga de Engelbewaarder zingen. Helemaal op. Oh nee, ik ga gewoon boem boem doen. We zien het wel. Dingen. Zal ik gewoon even deze. We gaan erheen. Tot zo in Spanje. Oké. Ja,
was het, Frans? Ja, ik vond het helemaal geweldig. Oké. En die dames hebben ons goed verzorgd. Ja, maar die mogen niet in beeld, hè? Dat willen die niet. Thank you, bye bye. Nou, Frans, olé, je bent in Spanje. Olé, olé, dat was best wel. Heerlijk. Olé, we zijn in Spanje. Nou, kijk wat we worden deze week. Ik ben benieuwd. Gezellig. Nou, heb de koffers gepakt, hè? Ja, dat houdt me toch. Ik heb die gegoten. Die is van mij en die is van mij. Herken je ze dan allemaal? Het is niet normaal, mensen. We hebben gewoon een VIP-bus. Kijk nou eens hier. Heeft Mikey Duits allemaal geregeld voor ons. Het is niet normaal. Geblendeerde ramen. Geblendeerde ramen. Die wel, ja. Heb je er nog steeds meer zin in, Frans? Kijk eens, meneer doet de koffers er allemaal in. We leggen een partijtje koffers in, jongens. Niet normaal. Ja, waar jij wil. Gewoon zitten. Jongens, stap dan eens in ook allemaal. Jongens, zo snel. Kan ik helemaal niet meer, joh. Hou hem in de chicken. Hou hem in de linker, toch? Wat ga je doen, Frans? Hou hem in de linker. Ik ga eventjes voorin zitten. Oh, je wijst hem de weg. Ik ga even die meneer de weg wijzen. Ja. Naar de kroeg. Ja. Daar zijn we dan, in het hotel. Komt vallen bij de koffers. Even kijken wat het is. Hè? We gaan lekker inchecken, mensen. Kijken hoe het er van binnen uitziet en de kamer. Het ziet er wel goed uit. Ja, het ziet er heel goed uit. Kijk, gezellig hoor. Mooi hotel. Ja, vind ik wel. Nou, daar zijn we dan. Fris gedoucht. Kijk eens even allebei gewoon lekker de slippertjes aan. Nieuw outfitje aan. Wel een beetje warm hier, hè? Het is wel stikheet, ja. Gauw eruit. Oh, voor mijn neus. Ik lijk wel opsporing verzocht. Nou, daar staan we dan aan de haven gezellig. Kijk met z'n allen. Zie je dat? Iets te bespreken, geloof ik. Ik zag ook dat je met dolfijnen kon zwemmen, dus dat vind ik ook wel leuk met dolfijnen. En heb je dit ook gezien? Daar wil Frans ook dus in, maar ik dus niet. Maar ja, de week is nog lang, dus je weet maar nooit wat we gaan doen. Hebben jullie al dolfijnen gezien hier? Ja, we hebben een aantal. Ik zie wel een spa blauwfles al. Kijk, daar is wel een vis. Kijk, daar. Kijk mensen, daar zwemmen de zoute haringen. Nee. Zijn ze weer al mensen, niet op Gran Canaria? Ja, hier zijn ze ook. Heeft hij ook brillen? Oh ja, wel mooie Prada's. Ik vind die Prada hiervoor wel leuk. En ook tasjes, hè? Ook nog. Ja, ze wil deze niet. Die andere was van Ripley, toch? Oh, nee, ik hoef niet aan de op de weg. Is goed, hè? Nee, die. Daar is die. Mensen, een hele discussie. Die gaat nog de hele avond duren, denk ik. Dan zijn we straks naar huis toe met een bril, denk ik, en geen tas. Ik weet het niet. Oh, wacht even. Ja, wacht even. Daar gaat hij weer. Dit is hem weer. Dit is hem. Dit is de Reben. Dit is mooi nemen. Voor een tientje. Ja. Wat, nou, is het echt? Ben je er blij mee? Ja, heel erg. Ik kan het niet zien. Moet eens kijken. Ah, lekker zonnestraaltje van me. Ik voel het top. Moet me even schuiven. Nee, denk ze te knippen. Ja, het is alweer de volgende dag. Ja, het begin van de vakantie nadert alweer, het begin van de einde. En een beetje kort geslapen, moet ik zeggen. Ja. Beetje lastig, oude stem. En dan gaan we kijken wat het ontbijt is. Kom, dat jij de bees uithangt hier. Nou, ik heb niet de bees uitgehangen. Ja. Jij gisteravond wel. Oh, ik zag er geen bees hangen. Niet normaal. Ja. Denk je, ga je ontbijten, het staat hier. Een koeien met een kroon. Nou, ik ben benieuwd verder. Dit is een stier. Nou, het ontbijt is niet slecht, mensen. Ligt van alles. Kijk, hapjes en dingetjes. Kijk, hier ook. En die komt lekker fruit en zo. Kijk, die komt ook. En van alle soorten broodjes natuurlijk. Maar niet alleen koud, maar ook warm natuurlijk. Lekker gebakken eitje wat je wil. Hier nog van alles, hier lekker naar het bosje. Kook eitje. Van een koekje, tomaatje en nog van alles en nog wat. Nou, we gaan beginnen. Nou, dit even koud gekozen. Kijk, lekker broodje erbij. Frans hebben natuurlijk ietsje meer nog.
ietsje meer nog. We zitten hier gewoon gezellig bij de tuin. Kijk eens mensen wat mooi. Een sapje van mij, koffietje van Frans. En heb je een lekker ontbijtje? Ik heb een lekker eitje, een broodje met ei en zit die ham erop. Tomaatje, helemaal geweldig toch? Nou, het ontbijtje was heerlijk. Oh, is dat ook weer een koe? Ga even de trap op. Even kijken hoe het in de tuin is hier. Het ziet er heel mooi uit ook. Oh, je kan naar boven toe, zie je dat? Kijk, echt mooi. Overdekt terrasje hier. Aftellen is dat zo lekker rustig. Daar zit Frans, die is lekker live. Oh, kijk, hier is meteen het zwembad. Ook voor jou komt die vakantie een keer in, Nico. Nou, is dat heerlijk dan? Kijk eens mensen, wat een mooi zwembad zo. Dus ik ga straks lekker een cocktailtje nemen. En vandaag is de opening van Bollejantje, Café Bollejantje hier in La Caruela, natuurlijk Spanje. En de zon schijnt al goed, dus ik ga daar wel even een petje op doen. Dus, nou, ik zeg toedeloe. Nou, daar liggen we dan hier bij de Kliksmaan natuurlijk. Normaal. Lekker gewoon in de zon heb je. Heb je wel wat te drinken, Frans? We hebben een klein watertje, beste mensen. Alweer? Ik heb ook een heel klein watertje. En Mike die heeft natuurlijk een... Wat heb jij eigenlijk? Ik heb niks. Ik heb nog niks. Ik ga meteen die man halen. Oh, wat zielig. Het is wel gezellig hier op het strand, mensen. Het is wel lekker warm, de zon komt net door. En je ziet het, hè? Het is gezellig druk, zeg maar. Met 35 man. Eentje maar hoor, eentje maar. Nou, dit is hem dan, Bollejantje. En je gelooft het nooit. En hier staan ze dan, hè? Hier staan we. Jongen, jongen. Worden we zelfs gewoon geadverteerd. Hier, lekker weer Bollejantje. Nou, we gaan even naar binnen, even kijken. Nou mensen, het is nu al gezellig, maar eens kijken, het is nu normaal. Heel knus. We zijn hier vanavond bij de opening van Café Bollejantje. Nou, je kan het zien op de achtergrond. Het is kei en kei druk. Hoe is het gedaan eigenlijk? Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Boven verwachting. Ik had niet durven dromen zo. Het is ideaal. En is dat nu al 2 dagen sinds je open bent? Het is 2 dagen volle bak, ja. 2 dagen volle bak. Dus waar moeten de mensen heen als ze het Bollejantje, Bollejantje, Caruela. En waarom? Voor de ouderwetse gezelligheid. Plaatje was, blokje kaas, kippenbleugeltje. Nou, hier. Heerlijk man, lekker. Een handvol. Allemaal naar Bollejantje, Caruela. Deze zomer kan niet meer stuk. En zangen ze ook nog volgens mij. Met Antonio, Michael Tudijs, Joop Lens. Heerlijk man. We gaan een feestje maken vanavond. Blijf lekker. Kijken. Toedeloe. Hoi hoi. Nou mensen, we zijn hier vanavond gezellig bij Café Bollejantje. De opening. En wie zit er naast me natuurlijk? Bianca, wat een vorm. Ja, en ik kom speciaal voor jou, hè. Voor mij komt het speciaal, niet normaal, hè. Ik ben morgen uit ziekenhuis. Ja, ik zie het, kijk. Ja, het is ongelooflijk, echt. Ja. Maar voor de rest zie je het uit. Ook dat. En deze zomer gaan we allemaal naar de Vroom, hè. In de feestweek. Gezellig mee. Feestweek. Ben ik ook bij de feestweek? Ik ben ook bij de feestweek. Nou, gezellig meekomen. Vanavond hier bij de opening natuurlijk ook Mike Duits. Kijken mensen. Hij is heel erg leuk, dus als je wilt boeken, kijk op zijn website. Heb je een website? Ik heb geen website. Ik ben de kerk van, dan ga ik de straat op gaan.
van Paul en Jantje. En kijk eens wie hier naast me staat. Natuurlijk Bianca van de Boom Boom. Onze eigen Bianca van de Boom Boom. En in september zijn we natuurlijk allemaal bij onze in Bianca. In de feestweek. Antonio en Franske, die zijn mooi bij ons. Nou, dat gaan we zeker doen. En deze jonge dame, die wil ook op de foto. Met die heerlijke Frans. Heerlijk, geweldig. Heerlijke humor. Nou, daar leggen we allemaal meer. Het is vandaag, zaterdag, hè? Ja, het is zaterdag. Iedereen ligt weer. Kijk, Frans ligt ook gezellig hier. Gaat nog een beetje, Frans. Heerlijk. Nou, daar zit een hele rij van ons en hier ligt een hele rij. En onze Mike is een beetje ziek aan het worden, geloof ik. Wat is er aan de hand, Mike? Ben je ziek? Gaat het wel goed met je? Waar heb je dat zakje voor dan? Dat is voor vrouw. Het ziet er prachtig uit, die hoge golven. Zie je dat? En soms komen alle bedjes onder het water, omdat de golven zo hoog zijn. Dat is wel een paradijsje natuurlijk, hè? Kijk, daar komt het aan. Kijk daar zo, zie je? Kijk. Een mini tsunami. Ja, mensen, daar komen ze aan, hè. Heb niks in de gaten, maar hij zit lekker te bellen. En ja hoor. Speciaal voor mijn mannetje, een klein verjaardagfeest in Caruela op het strand. Gefeliciteerd, hè? Namens al deze kanjas. Wat een geweldige mensen, hè? Ballonnetjes worden opgehangen, mensen. Nou ja, dan ging het ook zo ver van stilhouden. Ik ben zo trots op deze mensen. Hoe geweldig is dit toch, hè? Klein verjaardagsfeestje voor mijn mannetje. Nou ja, jij hebt nog gebakken, Antonio. Dat is toch leuk, man, met de belangstelling. Is ook gebakken. Is ook gebakken. En dit is speciaal ook voor jou gehaald. Oh, die is lekker. Ja. Van de kaasuitvlakking is, die wordt 45. Dat is het. Dat is een groot verschil. Ja, dat maakt niet uit. Kan er wel bij. Ja, die is actie. Superleuk, dankjewel. Dat heeft hij vanmorgen al gedaan. Oh, hij heeft niks meer nu. Hij is al liggen. Dat is hij niet. Hij heeft best gedaan. Nee, niet opnieuw. Wel lekker. Nou, Frans, je mag het aflikken. Ja, we hebben best wel. Nou, wat een groot zakje, hè? En hoe voel je dat, lieverd? Komt heerlijk. Ik ben wel bruin in één klap. Heel koud. Oh!
Nou Frans, voel je eigen? Helemaal geweldig. Ik zie het. No, you forget me. Special. Okay. Yes. She wants a dirty one. Laat maar zien. Daar komt hij dan, hè? Hallo! Oh, ja, en rolt, en rolt. Dit is wel, ja, een matchje. Oké. Ik ruilde in, sorry schat. Sorry schat. Oké. Ik ga je missen. Nou krijg je ook een kop. Dan krijg je ook een kus met een tongetje. Denk het. Oh jee, ik moet nog draaien. Die kant, hè? Je hebt niks aan. Nou, weet je welk kant je hart zit? Liever links altijd. Nee, voor mij zit op rechts. Oh. Je hebt uitzonderingen. Voor mij is het eruit. Waar wil je maar wel? Oké. Nou, je had er weer genoeg op, volgens mij, of niet? Ja, het was echt gezellig, toch? Ja, het was heel erg leuk. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben van onze vlog en wij in elk geval wel. En snel komt er weer een nieuwe, dus blijven kijken vooral. Toedeloe. Doeg. Door jou gaan.